Het is maandag 2 december. Dit is Drenthe Nu met vandaag politieke vraagtekens bij het Drents Lelieplan. Zorgwekkende trend. Femicide komt steeds vaker voor. Formule 1-simulatoren uit Hoogeveen maken de oversteek naar Dubai. En een wisselvallige dag vandaag in Drenthe. Temperaturen waren mild met zo'n 10 graden. Anneke Dijkstra stuurde ons deze foto. Aaldert weet wat het weer gaat doen. Hij vertelt je er straks meer over. Goedenavond. Veel vragen bij de politiek in Westerveld over de plannen van Drentse lelietelers. Die willen in 2027 het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hebben verminderd naar dezelfde hoeveelheid als bij akkerbouw voor voedsel. Maar hoe hard is dat doel en is het controleerbaar? Dat vragen Progressief Westerveld en de PvdA zich af. Verslaggever Serge Vinkervleugel staat op de redactie. Serge, eerst even over dat plan dat de lelietelers hebben. Wat houdt dat in? Nou ja, in de lelieteelt en in bollenteelt daar wordt veel meer aan gewasbeschermingsmiddelen gebruikt dan in bijvoorbeeld de akkerbouw voor voedsel. En het initiatief wat ze vrijwillig hebben is nou om in 2027 ervoor te zorgen dat er in de lelieteelt evenveel aan gewasbeschermingsmiddelen wordt gebruikt als in de voedselakkerbouw. Dus dat moet een forse reductie zijn. Ja, maar dat klinkt allemaal nog niet heel concreet. Nee, nou ja, dat is dan precies de hoofdvraag die vanuit de oppositie in Westerveld komt. Wat is dan dat vergelijkbare niveau? Bijvoorbeeld omdat je als je mais verbouwt, heb je veel minder gewasbeschermingsmiddelen nodig dan bij bieten of aardappelen. Dus over welk gemiddelde uit de voedsellandbouw hebben we het dan? Nou, Progressief Westerveld en de PvdA willen ook het doel graag hard hebben, maar ook wie het gaat controleren. Ja, dat laatste dat heb ik wel in beeld, denk ik. Het Hilbrands Laboratorium in Wijster gaat dat doen. Die hebben nu de proef duurzame bollenteelt al gedaan met een aantal telers. En ze gaan straks van alle Drentse lelietelers gaan ze alle data verzamelen en verwerken. En dan kun je gemakshalve hoogover even aan het eind van het jaar zeggen, goh, deze akkerbouwer met deze vergelijkbare labgrond als de lelieteler, hebben ze nou allebei hetzelfde aan gewasbeschermingsmiddelen of bestrijdingsmiddelen gebruikt. En de telers gaan werken volgens een provinciale controlesysteem wat er nu al is voor alle andere landbouwverduurzamingen en vernieuwingen. En hoe willen de lelietelers het met minder gewasbeschermingsmiddelen gaan doen dan? Nou, lelietelen Gert Veninga uit Heiken die vertelde het afgelopen weekend al bij ons bij RTV Drenthe. De Drentse grond is heel goed, voedzaam, kan dus misschien met andere middelen, minder schadelijk of met minder middelen. En er wordt gekeken naar lelies die vanuit zichzelf veel weerbaarder zijn tegen plantenziekten. En dan hoef je dus ook minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Het zal ook betekenen dat je bepaalde soorten lelies niet meer zult kunnen telen in Drenthe. Oké, Serge Vinkervleugel, dankjewel voor nu. Zeker 5 voertuigen zijn in vlammen opgegaan of zwaar beschadigd geraakt bij een brand in Assen. Het gaat om een camper, 2 auto's en 2 bestelbussen. Die stonden op het terrein van een autobedrijf. De brand brak even voor middernacht uit. Ook waren er explosies te horen. Waarschijnlijk door gasflessen die in de camper stonden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In Nederland wordt steeds vaker melding gemaakt van femicide, vrouwenmoord. Ook in Drenthe zijn de afgelopen maanden meerdere vrouwen slachtoffer van geworden. Bij een steekpartij in Hardenberg is gisteravond een vrouw uit Schonebeek omgekomen. De verdachte is haar ex-partner, die naar verluid niet kon verkroppen dat ze de relatie had beëindigd. Ja, femicide is feitelijk vrouwenmoord. Het is eigenlijk de tegenhanger van homicide, zoals we dat het Engelse term ook wel kennen. In een woning in Nieuwediep zijn afgelopen weekend de lichamen gevonden van een man en een vrouw. We zien dat 1 keer in de 8 dagen een vrouw gemiddeld wordt vermoord. Dat is een enorm aantal. En wat we zien is dat 60% van die moorden, doodslagen op vrouwen worden gepleegd door een partner of een ex-partner. Als je dat afzet tegen mannen die worden vermoord door hun partner of ex-partner, dan is dat 4%. Hij zou de afgelopen tijd veelvuldig hebben lastiggevallen. De verdachte raakte zelf ook gewond, omdat hij zichzelf meerdere keren in zijn buik stak toen het hem niet lukte om te vluchten. Heel vaak wordt gezegd, ja, het is het vermoorden van een vrouw omdat ze vrouw is. Bij het Openbaar Ministerie hanteren we een iets andere definitie. We kijken heel erg naar zaken waarin vrouwen om het leven zijn gebracht door een partner of een ex-partner. En vanwege het feit omdat de vrouw iets niet doet of iets doet waar de man niet achter staat. Het Openbaar Ministerie heeft een aantal zogenoemde rode vlaggen op een rijtje gezet, waarin je kunt herkennen dat er misschien een vrouwenmoord aankomt. Want in veel gevallen is femicide vooraf te herkennen.
We zien dat dit soort zaken heel vaak wel volgens een vast patroon verloopt. Van een begin van een relatie, zelfs al beginnend voor een relatie. Het zit vaak al in eerdere relaties die een dader heeft gehad. Waarin ook bepaalde vormen van controle en dwang plaatsvonden. Dat zich dan ook doorverplaatst in een nieuwe relatie. Waarbij we vaak in een eerste fase van een relatie ook zien dat er dat een relatie heel snel van stapel loopt. Hè. Dat is vaak ook... Dat kan natuurlijk een signaal zijn van grote liefde en verliefdheid. Maar dat kan ook een signaal zijn dat een man op zoek is naar snel die controle binnen de relatie. En zo kan het dus escaleren. En dus in die zin is het enigszins te voorspellen. En daarom is het belangrijk dat we zo snel mogelijk ingrijpen in relaties waar we het gevoel hebben dat dit mis zou kunnen gaan. Er zijn een paar fasen te herkennen in aanloop naar femicide. De relatieproblemen beginnen klein, maar eindigen met grote gevolgen. Zo is er vaak al probleemgedrag te zien in vorige relaties, waarbij de dader controlerend, jaloers en agressief was. Ook neemt de dader graag de controle, maakt regels over waar je heen mag, met wie je praat en waar je je geld aan uitgeeft. En het punt voordat aan moord wordt gedacht is vaak escalatie, waarbij de dader geweld of stalking gebruikt om de controle terug te krijgen. Het is heel belangrijk dat er in de omgeving van een vrouw die het slachtoffer hiervan is, ook mensen zijn die hier alert op zijn. Iedereen die hier iets van ziet, zou altijd kunnen bellen met Veilig Thuis. Dat is een organisatie die dan ook een inschatting zou kunnen maken van het gevaar binnen een relatie. Dan zou hulpverlening op zijn plaats zijn. Want uiteindelijk is hulpverlening natuurlijk heel belangrijk. Als wij in beeld komen, politie en Openbaar Ministerie, en er is sprake van een femicide, dan is het al te laat. Bijna 2,5 jaar geleden begon hij met het uitvoeren van zijn droom, Lars Otto. Hij startte een takeaway-bedrijf in Assen met gezond eten. Als kroon op zijn werk is hij nu genomineerd voor 2 prijzen in zijn branche. Goedemiddag, restaurant Otties. Vegetarisch. Nou, hebben we daar 3 opties voor? Sinds de nominaties bekend zijn, staat de telefoon van Otties rood gloeiend. Dat was jaren geleden wel anders, toen eigenaar Lars Otto hier in het wijkcentrum begon. Ja, dat was nieuw. Ik had nog nooit in een takeaway gewerkt. Dus alles is nieuw en je leert enorm veel. En geleidelijke weg zie je dat je de gerechten aanslaan bij de mensen. En dat je telkens drukker krijgt, dat er telkens meer mensen bij komen. Tot de dag van vandaag dat je 14 mensen in dienst hebt en meer dan 100 mensen per dag eten geeft. Dus dat is wel een verschil? Dat is wel een verschil met het begin. Op het begin waren we blij als we een keer 10 bestellingen kregen. En dat is momenteel heel anders. Momenteel kunnen we het eigenlijk bijna niet aan en moeten we soms de website zelfs dichtzetten. Zelfs op de vroege maandagochtend betekent het dat kok Saria aan de bak moet. Want dat is het bijzondere aan restaurant Otties. Er werken mensen met verschillende achtergronden. We hebben mensen vanaf Koosjes, vanaf E-Work, iemand van Jan Arends. En ja, tegenwoordig nog zo voor kort hebben we Saria in de keuken van het AZC. Ook daar ontwikkelen we ons. Ja, ik vind het helemaal fijn. Ja, eerst met mijn collega's. Mijn baas, iedereen is helemaal rustig tegen mij. Sari is in afwachting van een verblijfsvergunning en zit hier goed op zijn plek. Ja, ik hou van koken. Dat is hetzelfde hobby voor mij. Ja, ik kan goed koken. En dat blijkt dus ook uit de nominatie. Kijk, als je 2,5 jaar geleden begon, je gaat naar de bank om een lening te nemen. En 2,5 jaar later weet je dat je naar de thuisbezorgd abonnees gaat. Yes. Ja, dan voel ik me al winnaar. Ook al gaan we daar niet met een prijs terug naar huis. Het is al prachtig dat je de nominatie krijgt. Dat is een enorme eer. Een vrachtwagen is vanochtend zijn lading verloren tussen De Punt en Glimmen. De weg raakte bezaaid en besmeurd met zand en puin. Meerdere auto's zijn daar ook overheen gereden. Maar intussen is de weg weer schoon. Besloten verjaardagen, kroegen op z'n kop zetten en soms zelfs de openingsact in feesttenten. Voor zanger Jan Warriga is niks te gek. In onze YouTube-serie De Podiumvuller volgen we de 64-jarige Warriga die nog altijd hoopt op zijn doorbraak. Wil jij meteen met mij naar huis misschien? Het nieuwe nummer waar ik van plan ben om te doen, daar moet je niks anders aan kopiëren. Helemaal niks. Dan moet je ook de tekst ook, dan moet je inleven. Ik heb nog zoveel niet gedaan.
De eerste aflevering is te zien op ons YouTube-kanaal. Komende zondag is aflevering 2 te zien. Een boot vol magie in Meppel, want de kerstark is aangemeerd in de haven. En deze is geopend voor een tour. Aldert nam vanochtend een kijkje. Je krijgt een route mee met vragen voor kinderen, dat soort dingen. En het is een looproute, maar het is eigenlijk... We hebben de ark helemaal leeg gemaakt toen we kochten. En toen hebben we het helemaal vol met verhalen gemaakt uit de Bijbel. We vinden het verhaal belangrijker dan de ark zelf nog. Ja. En dus je loopt langs Adam en Eva, Kaan en Abel. We zijn hier bij Abraham, Mozes, tot in het Nieuwe Testament, zeg maar, bij Jezus. Je loopt eigenlijk door een hele grote boomhut heen. Het is heel gezellig hier eigenlijk. Het Hogeveense bedrijf dat race-simulatoren ontwikkelt en maakt, Build for Performance, slaat haar vleugels uit. In 2025 wil het simulatoren verkopen en verhuren in de Arabische Emiraten. Om precies te zijn gaat het bedrijf hier naartoe, Abu Dhabi. Het bedrijf uit Hogeveen wil gas geven, zoals ze het zelf zeggen. Want de markt in het Midden-Oosten ligt open. De bedoeling is dat we daar met een racecenter neergezet. En zoals het nu uit lijkt, hebben we dat april volgend jaar voor elkaar. We willen daar ook de showroom naartoe verleggen en ook de verhuurkant daar oppakken. Voormalig autocoureur en Formule 1-analyst Robert Doornbos wordt het oliemannetje dat de simulatoren, afgekort Sims, in de markt gaat zetten. Hij heeft zijn werkzaamheden bij Ziggo Sport gisteren vaarwel gezegd. Hij emigreert naar het Midden-Oosten. Ze hebben al de afgelopen jaren zaadjes geplant. Maar iemand daar daadwerkelijk aanwezig, die het netwerk kent, die uit de autosport komt, die ook daadwerkelijk wat in te brengen heeft. Ja, super trots dat hij dan daarvoor die kans voor ons, zeg maar, oppakt. Voor de oprichter van het Hogeveense bedrijf is het een droom die uitkomt. In 2009 maakte Van der Woord een carrière-switch. Het Korps Mariniers wordt verruild voor een baan in een computerwinkel aan de Schutstraat in Hogeveen. Ook daar zoekt hij de uitdaging. We deden hele andere dingen met de computer dan standaard. En die dingen waren zo snel dat die ook moesten laten zien dat ze heel snel waren. En dat deden we dan dus door middel van de simulator. En in plaats van dat we die op een gegeven moment alleen maar kochten of huurden, ja, dachten we natuurlijk dat kunnen we zelf ook. De hobby wordt uiteindelijk een succesvol bedrijf. Zelfs het Koninklijk Huis stapte in een simulator van Hogeveense makelij. En straks wellicht een sjeik. Ja, zie waar. Toch nog een beetje die blauwe lucht. Hè. Vandaag ook hier in Exlo. Maar ja, wat temperaturen boven de 10 graden in de dubbele cijfers. En dat is voor begin december veel te hoog. Maar die temperaturen, die gaat naar beneden. Ja, het is hier nog wel mooi droog, maar dat verandert wel vanavond. Er gaat buien vallen, ook nog een paar stevige buien. Giet het nog wel in deur vannacht. Pas in de loop van de nacht, dan wordt het weer wat droger. Dan weer een enkele opklaring. En dan giet de temperatuur nog onderuit naar zo'n 4 graden. Morgen is de wind bijdraaid naar het noordwesten. Het is dan een stuk frisser dan vandaag, zo'n graad of 7. Eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar. Maar een vanmiddag nog vrij schier weer, met een glimp van de zon. Ook nog droger. Ja, maar in middag trekt er toch weer een front over, van noord naar zuid. Het giet dan een poosje regen, duurt niet al te lang. Maar een avond is weer droog en morgen nacht kan de temperatuur zakken tot net even onder nul. Woensdag is dan ook meteen de mooiste, in ieder geval de rustigste dag van de week, want er staat maar weinig wind, het is droger. Snel dan een glimp van de zon en temperaturen van zo'n 6 graden. Donderdag komt er toch bewolking aan en veel wind uit het zuiden. En nu de bewolking giet regen vallen, wel zo'n 10 mm wat er verwacht. Ja, daar heeft Sinterklaas last van, het is hier wat het is. Vrijdag, ja, een beetje een wisselvallige dag, wat buien, een glimp van de zon, ook dan zo'n 6, 7 graden. Dus allemaal al wisselvallig weer. Winter in de verste verte niet, maar mocht het zoiets komen, dan kun je er onmiddellijk bericht van. Nee, dat niet. En dit was Drenthe Nu voor vandaag. Meer nieuws vind je in onze app en op rtvdrenthe.nl. Daar lees je onder meer dat er in de gemeente Coevorden nog 12 plekken zijn om kabit te schieten. Maar dat aantal wordt na verloop van tijd minder. Voor u nog een fijne avond en heel graag tot morgen.